Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hartje maken. En je hebt heel weinig hiervoor nodig. Een haaknaald. Ik gebruik graag haaknaald nummer 6. Een bolletje wol. Gewoon van de Vibra. Een stopnaald. Met een beetje een grote opening. En een schaartje. En die hartjes, ja, die zijn heel makkelijk met een magische ring. En dat zal ik heel rustig uitleggen. Je kan het ook met een gewone opzetlus doen, maar probeer even mee de magische ring te maken. Als het, om het duidelijker te laten zien, heb ik even witte wol gepakt. En we beginnen met de magische ring. Je pakt een bolletje wol. Het uiteinde hou je over je hand heen, dan pak je je bovenste twee vingers en dan draai je hem schuin over je vinger heen en de bol hou je aan deze kant. Dan steek je je haaknaald onder die eerste door en dan pak je gewoon die tweede lus even op en dan draai je hem een beetje. En waar die bol aan zit, daar haal ik je gewoon een losse mee. Even goed kijken, ja. En dan heb je je magische ring al klaar. Je houdt een beetje je duim hierop. En je hebt hier al een losse opgezet. En dan moet je nu nog twee losse haken. En dan pak je nu twee draden op je haaknaald. En dan maak je drie dubbele stokjes in de ring. Dus 1, 2 en nog een dubbel stokje. Dan ga je 3 gewone stokjes maken. Dat is dus 1 keer de draad over de naald. Dus 2 en dit is 3. Even wat meer wol pakken. En omdat we nu al onderaan zijn, pak je nu 1 dubbel stokje aan de onderkant. Dan ben je al op de helft. Dan ga je 3 gewone stokjes maken. En op het laatst doe je weer 3 dubbele. En dan ben je al bovenaan en dan hou je een beetje het touwtje aangetrokken en dan kan je de ring daarmee sluiten. En om het hartje te sluiten doe je nog 3 lossen. 1, 2, 3. En die zet je vast in de ring met een halve vaste. Dus de draad doorhalen en meteen weer, dan moet ik hem niet laten schieten, door het lusje en dan trek je weer even aan die lus. Ik moet mijn duim even erop houden om goed strak te trekken. En wil je het hartje ophangen, dan trek je even die lus zo door. Dan kan je de hartjes ophangen. En wil je hem gewoon afwerken, dan trek je gewoon verder aan de lus. En je hebt een hartje.
Met de stopnaald werk je hem aan de achterkant af. En zo kan je nog veel meer hartjes maken in allerlei kleurtjes. Kijk, deze heb ik hier een te los, maar op zich is dit ook een leuk hartje. En hier een mooi hartje. En ik zou zeggen, abonneer je op YouTube. Daar staat iedereen kan haken. En ja, je kan ook van die mooie hartjes maken. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.